Joost Klein heeft met zijn gloednieuwe hit Europapa een indrukwekkende outre gemaakt in de single Top 100. De 26-jarige artiest vertegenwoordigt Nederland tijdens het aankomende Eurovisie Songfestival in mei, en zijn nummer staat momenteel op een indrukwekkende 18e plek, al dus GFK, de samensteller van de hitlijst. Wat Europapa extra bijzonder maakt, is dat het pas op donderdag aan het einde van de middag werd uitgebracht. Desondanks heeft het nummer zich razendsnel omhoog gewerkt in de hitlijsten die over de afgelopen week worden gemeten. Het is zeldzaam dat een lied zo snel en zo hoog in de hitlijsten verschijnt. De ontvangst van Kleins nummer lijkt veelbelovend, met meer dan een half miljoen streams op Spotify binnen enkele uren na de release. Niet alleen op audiovlak, maar ook visueel doet Europapa het uitstekend. De bijbehorende videoclip is inmiddels de meest bekeken video op het officiële kanaal van het Eurovisie Songfestival. Met bijna 2,5 miljoen views. Klein presenteerde zijn veelbelovende nummer tijdens een speciale uitzending van de avondshow met Arjen Lubbach afgelopen donderdag. Ondertussen voert Beyoncé de single Top 100 aan met haar hit Texas Hold EM, waarmee ze voor de tweede keer de nummer 1 positie bereikt in Nederland. Ze stoten Noah Kahan met Stick Sise van de troon, die nu op de tweede plaats staat. De derde plek wordt ingenomen door Benson Bonen met zijn nummer Beautiful Things. De concurrentie is stevig. Maar Joost Klein lijkt met Europapa zeker een sterke positie te hebben veroverd in de Nederlandse muziekscène.